gestoken? Ik heb het ervaren. Nee, nog niet gedaan. Maar ik nee, maar op de school stond ze wel van dat wij dit niet doen. Oké, nou. Wil je nog even herhalen wat je van Karin hebt? Het linkje staat erbij. Het linkje staat erbij. Ja. Lees zelf het artikel. Het linkje staat erbij op dat de dat ze bijvoorbeeld dat ze Ritalin promoten. Het stond in de informatiebrief hier inderdaad. En dat de zelfmoordkoningin ook. Daar is een rectificatie op geweest en alles. Volgens haar, volgens de informatiebrief die hier uitgedeeld is, promoot dat niet alleen. Maar dat mag je zelf krijgen, want ik inderdaad promoot. En die zelfmoordkoningin is een rectificatie op geweest en alles. Ja, over de krant die dat gepubliceerd heeft. Ja. Dus, ja, wat leuk om aan te halen, maar er is al een rectificatie op geweest. Nee. En dat zonder een rechtszaak. En in ieder geval geen 7 jaar. Maar eerst zeg je dus dat het zijn zelfmoordkoningin is? Kom, dat wil ik wel even hebben dan, kom op. Ah. Hier ben ik voor gekomen mede om dit te horen van de Scientoloog zelf. Ik ben echt ontzettend, kom op. Ik kon het net zeggen, zeg het nu. Je gaat heel de wereld over, echt. Oh, dat is risky. Je wordt echt bekend gewoon. YouTube? Ja, je wordt bekend. Vind je het goed? Mag dat? Ik vind dat jullie hele mooie maskers op hebben. Ja, maar wat vind je van Karin? We hebben nog geen over. Karin ken ik niet. Okay, maar je weet wel dat ze de zelfmoordkoningin van Nederland is. Wat zeg jij? Van Europa. Nee, dat zeg jij net. Je zei net dat het in de krant stond. Die is gerectificeerd. Oh, kijk. Ja, maar net zei jij dat het er stond. Ja, dat zeggen jullie. Oh. Dat we geen opname van hebben. Dus als het opgenomen is, dan ga ik er liegen. Is dat nou de manier van Scientology? Want ze zijn zo ethisch en eerlijk. De ethischste groep mensen op de wereld. Ja. Als je ethisch bent, ben je toch eerlijk? Die liegen zolang er geen camera bij is. Komt er een camera bij, gaan ze een beetje... Nee, niet voor mij lang, niet van de camera. Ja, dat doe je wel. Nee. Ah, kom op. Je kan het toch nog wel een keertje zeggen. Ja, dat is eigenlijk... Ik begrijp nu waarom het zo moeilijk is om te communiceren met zijn geloof. Met een masker op. En die staan ook nog met een camera op. Ja. En we willen eens uitspraak van je die je net al gedaan hebt. Net zei je. Net zei je van Rijs stond er ook met een camera vorige week zaterdag. Dat is de zelfmoord. Dat stond in een krant. Dat, ja, maar jij haalde dat zonder de krant te aanhalen. Ik zei dat het in een krant stond. En wat zei je dat net? Ja. Nee, de volgorde was andersom. Eerst zei je, ja, Karin van Spijk, dat is de zelfmoordkoningin van Nederland. Later kom je daarop terug. Maar dat ontken je nu weer. De Daily News? De Daily Telegraaf. De Daily Star, inderdaad. Volgens mij is hij net zo betrouwbaar als onze Telegraaf. Nee, de Telegraaf is beter. Dit is echt gewoon het putje van Engeland. Ja, maar Engelse kranten zijn sowieso echt druk. Al die gratis dingen, 50% alleen maar roddels over beroepen. Ja, dat is familie Beckham. Maar Karin van Spijk dus, zijn door haar afval heen gegaan. Ze hebben dus voor haar deur staan posten. Ze hebben haar gebeld meerdere keren, nog meerdere keren daarna is ze weer gebeld. Ze hebben de lastige gevallen in de privéleven. Ze hebben alle narigheid. Dat zijn waarschijnlijk reporters die dat doen. Want net zoals andere reporters proberen informatie te krijgen, zullen ze waarschijnlijk haar ook... Een vrouw die uit Scientology is gestapt, niet bij Karin Spijkdom, maar die heeft ons verteld dat zij in opdracht van OSA, dat zij bij Jutta Eckert... 3 dagen lang heeft gaan posten. Posten en opschrijven. Wanneer gaat hij weg? Wanneer komt hij terug? Wat heeft hij mee? In opdracht van OSA. Ja. Daar weet ik niks van. Maar nee? Dus nou, ja, dat zeggen jullie. Jullie zeggen zoveel dingen die helemaal niet kloppen. Dus we zullen dit ook vertellen. Jij ook zoveel dingen die helemaal niet kloppen. Sterker nog, je zegt niet je naam. Je weet niet wie je bent. Je zegt niet wat voor werk je doet. Maar we zeggen wel waar je heen gaat. YouTube. We zijn wel eerlijk. Ik zei wat voor werk ik deed, toch? Ik heb ook verteld wat voor werk ik doe. Nee, zij zeggen niks. En hij zegt dat hij aan computers werkt, dat kan iedereen zeggen. Nee, ik ben computerprogrammeur. En C++ programmeur. Maar in ieder geval, een voorbeeld. De DVD Scientology Hate Crime. Anonymous Hate Crime. Is uitgedeeld door Scientology in Amerika. Daarin stond een filmpje van een bommelding gemaakt door Anonymous. Het was HD-kwaliteit, terwijl van YouTube zou komen. YouTube, ik weet niet of je bekende bent, is laag kwaliteit, toch? Volgens mij wel, ik weet niet. Precies. Hoog kwaliteit kan je niet daaruit halen. Toch hadden zij de hoog kwaliteit. Wat interesseert dat? Een flauw idee. Dat zijn de bron. Ja, YouTube had de bron.
alles wat op YouTube komt, dat laat ik kwaliteit. Nee, op die DVD stonden HD-kwaliteiten van een YouTube-film. Dat ik logisch dat dat op de DVD daar de bron is van wat geüpload is op YouTube, toch? Zo, dus. En dat was een Scientology DVD, waar blijkbaar wij hadden zogenaamd een bommelding gedaan. Maar op de een of andere manier hadden zij de HD-kwaliteit materialen. Beetje raar toch, geef toe. Dat is best verdacht. Ik weet ook niet waar je het over hebt, dus... Oké, nog een keer. Op YouTube was een bommelding gemaakt. Een bommelding? Ja, ja. Tegen Scientology, zogenaamd door Anonymous. Oké. Op een DVD die later uitgedeeld werd door de Scientology Kerk in Amsterdam over de misdaden van Anonymous, stond een HD... Ik heb nog nooit een DVD gezien die uitgedeeld is. Ik heb het alleen in de Amerika in ieder geval in Amerika is weer uitgedeeld. Ja. En daar stond HD-kwaliteit beeldmateriaal op van hetzelfde filmpje. Wat ze dus nooit van YouTube hebben kunnen halen. Oké, je vertelt me iets waar ik niks van weet. Dus, We gaan het over iets hebben waar die wel van weet. In jullie nieuwsbrief, die zal ik aanhouden, dus dat heb ik gelezen. Nou, 99% van de worden wij betaald door de farmaceutische industrie. In Australië is er $50 betaald aan het aantal mensen die. Wat ze dan ook kunnen doen voor dat onderzoeksbureau. Waar is dat bewijs? Waar zijn de bronnen daarvan? Woehoe! Stonden jullie echt op mee? Dit is dat Peter. Hey, Trafalgar schijnt er bijna uit te zijn, hè? Wat? Hij schijnt er al uit te zijn. Vet. Wie? John Travolta. Alleen hij durft me niet naar voren te komen. En Katie Holmes, die wil ook bang voor zijn. Hij is bang voor zijn confessions dat hij homofiel is. Homofilie is te repareren, toch? Ik weet niet waar je het over hebt, hoor. Homofilie is volgens Julia Rijnvis in ieder geval te repareren, ja. Dan weet een psycholoog praat niet waar het over gaat. Maar toch zouden wij er niks van weten. Ja, maar jullie omdat jullie dingen verzinnen, op dingen maar zeggen. Ja, maar sommige dingen. Zoals net, je loopt al over dat je niet zou gezegd hebben dat Karin Spijk zelf jullie hebben er sterk een handje van om je woorden in de mond te leggen. Hij zei net Ik heb het gehoord. Je doet me een beetje denken aan Coat & Bee. Weet je, die zeiden ook van de ene professor zei tegen de andere professor. En zo zijn jullie een beetje. Hij zei dat ik loog. Jij zei letterlijk, Karin Spijk, dat is het zelfmoed geworden van Europa. Heb je niet goed geluisterd? Wat zei jij dan? Ik zei dat er in de Daily Telegraph, wat is het voor krant, stond dat mevrouw Spijk... Nee? Dat is niet waar. Je hebt het Daily Telegraph, dat heb ik net aangehouden. Daarvoor heeft niemand dat genoemd. Hij had het over een andere. En hij zegt de Daily Star, dus... In de nieuwsbrief stond deze. In ieder geval, je verhaal begint nu uit elkaar te vallen al. Okay. Dus ik vraag, voel je er zelf makkelijk bij dat je liegt? Ik lieg niet. Wat doe je dan? Wat is dat dan? Dat elke keer verdraaien, verwisselen van stand, tegenstrijden. Kijk, dat is het toch? Met dit cameraatje straks worden al die stukjes eruit gehaald. Eens even. Nee, dat niet. Maar deze komt aan één stuk door op YouTube. We kunnen hem ook omdraaien.